Hi, ik ben Erwin en in deze video leg ik je samen met Cindy uit wat het kost om een eigen bedrijf te starten. Als je een bedrijf gaat starten, zijn er verschillende kosten waar je rekening mee moet houden. Bedrijfskosten zijn alle kosten die je maakt voor je bedrijf. Wat die kosten zijn, is afhankelijk van wat je gaat doen. Als je een bedrijf start waarbij je allerlei complex gereedschap moet kopen, dan zal je veel meer bedrijfskosten maken om je bedrijf te starten dan een dienstverlenende ZZP'er. Maar wat voor bedrijf je ook start, elk bedrijf moet rekening houden met verschillende aanloopkosten, zoals een inschrijving voor het handelsregister, via de Kamer van Koophandel. Als je een bedrijf wilt beginnen in Nederland is dat verplicht. Voor een eenmanszaak betaal je daar eenmalig kosten voor. Maar wil je een BV of een VOF starten, dan betaal je voor deze bedrijfsvormen bijvoorbeeld ook notariskosten. Daarnaast maak je waarschijnlijk kosten voor je werkplek, thuis of op kantoor. Houd ook rekening met kosten voor je inventaris. Daarnaast ga je, los van je opstartkosten, ook terugkerende kosten maken. Denk bijvoorbeeld aan je vervoerskosten. Voor een eigen bedrijf heb je ook een zakelijke rekening nodig. Dat kost ook geld, maar gelukkig is dit niet een hele grote kostenpost. En de kosten van een zakelijke rekening zijn ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Denk bij bedrijfskosten ook aan verzekeringen. Sommige verzekeringen zijn verplicht en andere handig. En wat te denken van je pensioen? Ook hier moet je regelmatig geld voor opzij zetten. Hetzelfde geldt voor boekhoudingskosten. Je moet als ondernemer belasting betalen en een goed overzicht is hierbij goud waard. Een goede boekhouder kan je geld opleveren, wordt wel eens gezegd. Maar het kost natuurlijk wel geld om iemand je boekhouding te laten doen. En tot slot maak je natuurlijk ook nog eens kosten voor het onderhouden van je website, je telefoonkosten en je marketingkosten. Dit zijn allemaal bedrijfskosten waar je rekening mee moet houden. Als je wil weten of een eigen bedrijf financieel haalbaar is, moet je inzicht krijgen in je bedrijfskosten en weten of je een startkapitaal nodig hebt. Begin met je privékosten, zoals je huur of hypotheek. Wat heb je privé minimaal nodig? Bereken daarvoor je minimale inkomen voor de komende 2 jaar. Bereken daarna je bedrijfskosten. Let daarbij ook goed op de inkomstenbelasting die je moet afdragen en wat je opzij wil zetten voor je pensioen. Denk vervolgens aan zaken als: waar ga ik werken? Heb ik een pand nodig? Ga ik huren of kopen? Wat heb ik voor mijn werk nodig? Een laptop, software, verzekeringen? Is er een investering nodig? Moet ik bepaalde zaken ontwikkelen, zoals software, een product of een machine? Maak hiervan een overzicht. Nu weet je wat er minimaal moet binnenkomen en wat het kost om jouw bedrijf te runnen. Bepaal vervolgens wat je nodig zal hebben in de opstartperiode voor je bedrijf en hoe je dat gaat bekostigen en plannen. Kijk hiervoor ook naar je spaargeld. Kan je daaruit voldoende compenseren? Nadat je dit hebt bepaald, bereken je jouw streefinkomen. Tel hiervoor je privé- en zakelijke kosten bij elkaar op en, dit is een goede tip, vertaal dat bedrag dan in uren, dagomzet of projectprijs. Dat is een concrete vertaling naar wat je met je bedrijf zou moeten draaien om je kosten te dekken en om je streefinkomen te behalen. Er zijn allerlei methoden en tips om je uurtarief te berekenen. Klik op het i'tje hierboven voor een whitepaper waarmee je je eigen uurtarief kan berekenen. Mogelijk ontdek je dat er in het begin nog te weinig geld binnen zal komen om je kosten volledig te dekken. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om gedeeltelijk in loondienst te blijven om rond te komen. Je kunt ook buiten werktijd opstarten. Maar bedenk ook of je zuiniger kunt leven en of het dan lukt om door de opstartperiode heen te komen. Heb je al deze zaken uitgezocht, dan heb je al een heel goed beeld. Maar wil je nog meer inzicht krijgen in de haalbaarheid van je bedrijf, dan is het raadzaam om een ondernemingsplan op te stellen. Ook wel bekend als een ondernemersplan of bedrijfsplan. Bedrijven met een plan groeien vaak sneller, want een plan geeft houvast en is nodig om financiering bij bijvoorbeeld een bank aan te vragen. Vervolgens is het zaak dat je je bedrijf goed opstart. De eerste echte stap is je inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit is verplicht. Hier bepaal je de rechtsvorm die bij je bedrijf past en check je je bedrijfsnaam. Na enkele dagen ontvang je je btw-identiteit en omzetbelastingnummer. Dit moet je binnen 1 week na starten doen. Open daarna een zakelijke rekening. Hiermee kun je zakelijk en privé gescheiden houden, dat geeft overzicht in je kosten. En zet je administratie op. Hiervoor kun je diverse boekhoudprogramma's gebruiken. Vaak kun je deze koppelen aan je zakelijke rekening, dat is ideaal. Als je bent gestart, neem dan ook de tijd om je eerste keer btw-aangifte te doen. Zorg dat je hier vanaf het begin al geld voor opzij zet, bijvoorbeeld op een spaarrekening. En bewaar je bonnetjes. Dit zijn cruciale stappen waarmee je als starter direct grip krijgt op je bedrijfskosten. Ik heb een aantal tips hoe je als ZZP'er een eenmanszaak kunt starten met minder bedrijfskosten. Als ZZP'er opereer je het liefste mean en lean. Niet te veel risico's, dus niet te veel kosten of investeringen. Mijn eerste tip: kies een voor jou passende rechtsvorm. Welke vorm het beste bij jou past, hangt af van de omzet die je per jaar verwacht te maken. Volgende tip:
Kijk kritisch naar je marketing en acquisitie. Dus hoe ga je je bedrijf, dienst of product in de markt zetten, promoten of verkopen? Probeer te bedenken wie doet wat. Wat kun je zelf doen? Wat ga je uitbesteden? Want kanalen als sociale media zijn vaak gratis in te zetten. En overweeg eens zelf om een website te maken. Dat is tegenwoordig steeds makkelijker. Nog een tip, start klein. Begin vanuit huis en bespaar op huur van een bedrijfsruimte. De kosten voor je bedrijfsruimte of kantoor en huis zijn soms zelfs fiscaal aftrekbaar. En wil je klanten ontvangen? Denk dan aan een flexkantoor of een meeting in de horeca. Dat is tegenwoordig helemaal niet gek meer. Daarnaast is de huur van een vergaderruimte ook aftrekbaar van de belasting. En voor alle ondernemers die een winkel willen beginnen, vraag jezelf af, heb ik een fysieke winkel nodig? Of kan ik mijn aanbod ook uitsluitend online aanbieden? Dat scheelt ook weer. En nog zo'n enorme kostenpost? Personeel. Heb je dat gelijk al nodig? Of huur je freelancers in? Wees hierin kritisch en denk flexibel. Dat is ondernemen. Ook slim netwerken kan geld opleveren en besparen, zowel offline als online. Werk samen met anderen. Deel bijvoorbeeld voorzieningen en kosten met collega-ondernemers. Een koffieautomaat, werkruimte, printer. Waarom zou je dat allemaal zelf bekostigen? Ook is het slim om als ZZP'er met een eenmanszaak zelf overzicht te houden in je eigen boekhouding en belasting. Het ligt eraan hoe complex je bedrijfsvoering is en of je er aanleg voor hebt, maar zelf de boekhouding doen kan veel kosten besparen. En ben je geen natuurtalent, dan moet je dat ook eerlijk bekennen. Dan is een boekhouder vaak efficiënter. En dat kan ook weer heel veel geld schelen. Nog een aanrader. Houd een urenadministratie bij. Hoeveel tijd kost je bedrijf? En bereken vervolgens of het tarief dat je voert wel genoeg is. Staat het in verhouding met de tijd, de energie en de middelen die je in je onderneming moet stoppen? Uren bijhouden kent ook nog belastingvoordelen. Want heb je als starter minimaal 1255 uur per jaar besteed aan je bedrijf, dan heb je waarschijnlijk recht op zelfstandige aftrek en startersaftrek. Concluderend, de mogelijkheden tot besparen op bedrijfskosten zullen voor ieder ondernemer anders zijn. Ga na wat voor jou interessant is om op te besparen. En vergeet niet, zet alle slimme bespaartips die je tegenkomt en bij jouw bedrijf passen in je ondernemingsplan. Daar kun je altijd weer op terugvallen. Klik op het i'tje als je meer wil weten over het schrijven van een ondernemingsplan. Hoi, ik ben Cindy, expert op het gebied van startende ondernemers bij Rabobank. Het loont om als starter te kijken naar starterskortingen en andere voordelen. Ben je in de afgelopen 12 maanden ingeschreven bij de KVK? Dan betaal je bij Rabobank bijvoorbeeld de eerste 6 maanden niet voor je zakelijke rekening. Dat geldt voor zowel je vaste kosten als voor je transacties in euro's. Klik op het i'tje hierboven voor meer informatie over de voorwaarden van startersvoordeel. De zakelijke rekening en de Rabo ZZP-rekening zijn trouwens ook handig te koppelen met allerlei slimme financiële tools die je later misschien nodig zal hebben. En allemaal beschikbaar in een superhandige app. Zo kun je deze zakelijke rekening ook makkelijk koppelen met je boekhouding. Dit stroomlijnen scheelt tijd en kosten. Nog een laatste tip. Maak handig gebruik van alle informatie die Rabobank beschikbaar stelt voor alle startende ondernemers op het kennisplatform ikgastarten.nl. Hier vind je bakken aan informatie waarin alles heel simpel wordt uitgelegd. Laten we samen voor jezelf beginnen. Heb je een vraag over het starten met ondernemen? Laat het ons weten in de comments. Zo, je weet nu meer over de kosten die je maakt wanneer je een eigen bedrijf begint. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat deze video je vraag heeft beantwoord. Op het Rabobank kanaal vind je nog meer video's over het starten van een eigen bedrijf, maar ook over andere financiële onderwerpen. Abonneer je dus vooral, want we helpen je graag verder. Hoi!